Ik weet dat ik niet de enige ben. Maar als we in aanbidding zijn, voel je iets. Wanneer ik God aanbid, ben ik niet meer mezelf. Waarom? Omdat je connectie maakt met God. Jezus zegt, God zoekt waarachtige aanbidders. God zoekt naar degene die hem aanbidden in geest en in waarheid. En hij zoekt je niet gewoon, hij zoekt je om connectie met je te hebben. Wie hier mag gebruik van internet? Ik denk iedereen. Hoe lastig is het niet als je internet hebt en je internet, er is geen connectie. Of je wifi is slecht. Je apps gaan niet door. Wat je download, strand gewoon. Je kan niet naar TV kijken. Je kan niets doen. Maar what about als je connectie de beste van de beste is? Alle apps die je achteraf had gestuurd, komen door. Alles dat je bezig was te downloaden, gaat in een snelle fase. En dat is wat aanbidding doet. Op het moment dat je aanbidt en je maakt die connectie met God, gaan heel wat dingen los. Heel wat dingen breken los. Heel wat dingen komen door in je leven. Zoals blijdschap, zoals hoop, zoals vreugde. Maar bovenal, die liefde, relatie met jou en God. We zijn helaas aan het eind gekomen. Maar neem die aanbidding mee. Sterker nog, laat die aanbidding niet los. Aanbid God elke dag. Vanuit je hart. En dan ga je zien dat die connectie tussen jou en God steeds beter en beter gaat worden. En hoe beter je connectie met God is, des te meer deuren voor je open gaan. Dingen die façaden, dingen die belemmerd raken, gaan loskomen. We gaan bidden. We gaan tot slot afsluiten met gebed. Maar we zijn nog niet klaar. Als er mensen hier zijn die de Heer graag willen aannemen, de mensen zijn die gebed nodig hebben, er zijn leiders hier. Voel je vrij om naar voren te komen. We gaan officieel sluiten met gebed. Maar als je met iets zit en je hebt gebed nodig, kom naar voren. Ga niet zo naar huis. Amen. Laten we de avond afsluiten. Heren, u bent het waardig om aanbidden te worden. Niemand anders verdient de eer en de glorie dan u alleen. En het was een voorrechtje. Het was een voorrecht, Abba Vader, om met u te connecten. Heren, wetende dat wij u zoeken, maar u bent degene die ons heeft gezocht. En we danken u, Heren, dat velen van ons u hebben mogen ervaren. Het is niet gewoon een gevoel, het is niet gewoon een tinteling, maar het is uw aanwezigheid, Heren. En dat is het beste dat wij als mensen kunnen hebben. Doet me denken aan die bloedvloeiende vrouw. Heren, die slechte zoon van uw kleding heeft aangeraakt, Heren. En ze is genezen. En ze werd gezond. En zo bidden wij, Heren. Dat ieder die deze connectie met u heeft gemaakt, als een veranderd mens, naar huis zal gaan. Heren, we bidden, Heren, dat we niet meer als hetzelfde teruggaan. Maar dat we als vernieuwde mensen, Heren, als uw kinderen, weten dat wie we zijn in u, zoals het staat in Efeze, Heren God. Bidden wij, Heren, dat datgene dat we vandaag hebben ervaren, datgene dat we vandaag hebben mogen ontvangen, Heren, dat het mag blijven tot in alle eeuwigheid. En zo draag ik al deze mensen aan u op. Heren, we bidden, Heer, dat u ons veilig naar huis leidt. We bidden dat u ons verder beschermt. Heren, wees met ons, Heer. Want het is niet slechts een moment, maar Heer, het is een relatie die we met u voortzetten en opbouwen. En we danken u nogmaals, Heer. We bidden u, we geven u alle eer en alle glorie in de naam van Jezus Christus. En iedereen zegt, amen. We gaan nog niet weg. Als je nog een bed nodig hebt, kom naar voren.